Daily Minutes nummer 1499 met een uitzending voor vandaag 17 december 2018. Dit is de bulletin van maandag. Nou, dat viel nog niet mee. Ik had heel optimistisch aangekondigd om wat met video te gaan doen. Ik heb dat wel eens eerder gedaan. Dat ging toen wel ietsje beter dan nu, maar niet zo heel veel beter. Het was een beetje optimistisch. Volgens mij ben ik om 4:30 begonnen. Het is nu 7:15, dus ik moet nog flink opschieten om niet te laat te zijn met de uitzending. En ook om niet heel gehaast te praten. De hele uitzending bestaat dus vandaag uit uitzenden van video via een audiokanaal. Dat gaat gepaard met een eerste test. Ik zou dus wat met video doen, zo kondigde ik al aan. Maar dat blijkt toch niet zo gemakkelijk te zijn als je zou denken. Via dmr.li of een van de archieven gaat het denk ik nog wel. Maar via de korte golf, dat gaat echt niet werken op deze manier. Althans op de manier waarop ik het vandaag doe. Het maken van een bestand dat werkt is om te beginnen al een forse uitdaging. Maar laat ik beginnen met beschrijven wat je nodig hebt. Je hebt om de data te ontvangen in eerste instantie alleen FLDigi nodig. Dus dat is niet anders dan anders. Je ontvangt dan in FLDigi een flink stuk tekst. Dat is echt een grote lap met meerdere labels aan het begin en aan het eind. Al deze tekst, inclusief die labels, die zou ik naar een tekstbestandje opslaan. Bijvoorbeeld in Notepad of in Leafpad of noem het maar op, een audio editor. Je kunt ook FLDigi het audio laten loggen en dan de data achteraf uit de logfile knippen. Maar let dan even op of dat ook echt werkt, want ik heb in het verleden wel eens gehad dat ik geen bestand had. Bijvoorbeeld doordat FLDigi geen rechten bleek te hebben voor de standaardmap. Enfin, als je het bestand hebt opgeslagen naar ontvangst, dan moet je het programma FLWRAP gebruiken. FLWRAP, hoe zeg je dat in het Nederlands? Nou, WRAP. En je hoeft dat niet nu al te installeren. Dat kan ook als je de tekst binnen hebt gekregen. Je kunt ofwel de geselecteerde tekst uit de tekstfile of het bestandje zelf naar het dropvenster van FLWRAP slepen. FLWRAP slaat vervolgens, als de checksum klopt, in de startmap van FLWRAP het videobestand op. Dat is in WEBM formaat. Ja, een gedachte van mij was om dat met een programma als QuickPar, wat bestanden repareert, om daarmee te experimenteren om het bestand na ontvangst te kunnen repareren. Maar QuickPar is dus niet voor dit soort kleine bestandjes gemaakt. En met de standaardinstellingen zijn de reparatiebestanden bij elkaar zo 15 maal zo groot als dit hele videobestand. Dat FLWRAP trouwens, dat vergat ik nog te vertellen, dat is nodig omdat de programma's werken met 7 bits en de data op je computer wordt met 8 bits opgeslagen. Dus die ene bit, daar moet een oplossing voor komen en FLWRAP is het programma wat dat verzorgt. Die verzorgt dus de codering als je gaat zenden van 8 bits naar 7, zodat het door het kanaal heen kan. En daarnaast past het enige, niet zo heel veel, maar enige compressie toe. Enfin, stel je er niet te veel van voor, het bestand, schrik niet en lach niet. Het is 3/4 seconde video en ja, het beweegt, maar echt duidelijk is het niet. Wat vandaag een beetje een nadeel is met de huidige audio-interface van dmr.li, werkt 8 PSK 1000, de snelste modus dus niet. Vandaar dat ik het met Domino EX doe. Het versturen van het piepkleine bestandje van 20 kilobyte, dat is het originele videobestand, het duurt daardoor nu zeker 4 keer zo lang, dat wil zeggen zo'n 11 minuten. Het enige videobewerkingsprogramma voor Linux waarmee je zulke kleine bestanden kunt maken is wat ik gezien heb, PTV. PITIVI. Het bestandje is 128 bij 96 pixels en dat met 12 beeldjes per seconde. Reken maar uit hoeveel beeldjes dat zijn. Het WEBM formaat is volgens mij momenteel de meest efficiënte. Het resultaat is bijna half zo klein als de meeste andere formaten bij een vergelijkbare kwaliteit. Ja, het leuke hiervan is natuurlijk het experiment. En je kijkt niet naar het kleine bestandje en naar het resultaat. Kijk dat het werkt en dat is een startpunt. Ik bedacht me zo pas ineens het volgende. Wat voor de toekomst de mogelijkheid is, dat is om de losse beelden afzonderlijk te versturen. Bijvoorbeeld met SSTV. Die losse beelden die kun je met een aantal programma's die ervoor zijn tot een beeldbestand, een videobestand combineren. Het versturen van losse bestanden, zeker in SSTV, is bovendien veel minder kwetsbaar voor dingen die tijdens het verzenden misgaan. Het is in elk geval niet zo erg als er flink wat van het beeld ontbreekt als het maar bij één beeld is. Het vandaag uitgezonden filmpje is dus 3/4 seconde lang en dat betekent dat hij uit maar 9 foto's zou bestaan. De meesten zullen dat al uitgerekend hebben. Meest gunstig werkt SSTV in zwart-wit. Een stilstaande zwart-wit opname in de oudste SSTV variant die duurt maar 8 seconden. Een fragment met 15 beelden per seconde, dus iets sneller dan wat we nu hadden. Dat duurt dan 120 seconden uit te zonden voor 1 seconde beeld. Dat is 2 minuten. De beeldkwaliteit is dan zeker beter dan vandaag, hoewel het wel zwart-wit is. Maar het gaat 10 keer zo snel en het is niet bijzonder kwetsbaar.
Ik weet niet of het deze week lukt, maar daar ga ik de komende tijd mee experimenteren. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
En microfoon naar retour.